Goedenavond allemaal. Waar ik u nu nog even kennis wil mee laten maken, is het Crafting Spraystation. Dus dat zijn de ponies, My Little Pony, en ik ga je subiet de prinsessen en de kaars laten zien. En dat is dus waar u mee sproeit. Ik zal dat eens in het kort laten zien. Dus u neemt een stift. Er zitten altijd 6 stiftjes bij. Deze is nu eigenlijk van de prinsessen, maar ja, dat maakt nu niet uit. Dus u steekt, eerst schudt u er eens goed mee. En u zult voelen dat is liquide. En dan steekt u hem zo erin. En u probeert of dat hij spuit. Wat ik ook nog wil zeggen is, dat gaat dus met 4 AA-batterijen. Dus niet die sigaretjes, maar de maat groter. He? 4 batterijtjes, dat moet je dan opendraaien en dat erin steken. En dan gaan we nu, hier is dus het sproeiknopje. En u probeert dat zoveel mogelijk zo vast te houden. Ziet u? Ik zal dat nu eens doen op het witte, ziet u? Voilà. Dus zo spuit u. En de stift, die zet je er het beste in waar geen teken op is. En dan spuit hij het beste. Het kan zijn soms dat u hem moet verplaatsen, maar dan moet u zelf een beetje zien. En u maakt dat dan af en toe ook eens proper. Dan verstropt hem. Dat gaatje dat is dus nogal tamelijk groot. Ja. Dat verstropt nu niet direct. En ik heb zo, dat ga ik u nu tonen. Dus dat is ongeveer hoe dat u moet gebruiken voor de airbrush, gelijk als ze noemen. Hè. En dan zit deze er nog allemaal bij. Die mooie stickervel. En dan 3 ponies waar ik al eentje van gemaakt heb. Een klein beetje hoger. Het licht van beter. Ziet u? En dat, is haar, dat zijn zijn vleugels, want het is eigenlijk een één oorpaardje. Ja, een vliegend paardje. Ja, een vliegend paardje, ja. En dan zijn er zo 3 die je natuurlijk ook ineen moet knutselen. Een stickervel. En u hebt dan ook nog de 6 sablonen. Dus ja, het is werkelijk de moeite waard. Ziet u, daar ben ik al mee bezig geweest. En als u dan gespreid hebt, dan moet u dat wat proper maken. Met een doekje. Met een doekje, u ziet dat. Keukenrolpapier. Keukenrolpapier, kijk. En dat zijn dus 6 verschillende. Hier heeft hem zelfs een snurfje. 6 verschillende sablonen. En aan sablonen heb ik geen gebrek, want ik heb nog sablonen die ik op de beurs heb gekocht. Die zal ik eens bieden in de... Dus dat is, betreft wat mijn Little Pony is. En nu gaan we
de prinsessen laten zien. En iedere keer zit daar dus zo'n toestelletje in. Deze is nu een blauwe. Ja, dat is een keer een andere kleur, maar... Maar natuurlijk, u hoeft dat niet allemaal in gebruik te nemen. U kunt met dezelfde spray de prinsessen ook doen. Ziet u? En daar zit dan weer twee prinsessen in en onze Olaf. Ja. Dat zit erin om te vouwen. Ik zal u dat nog eens in kort laten zien. En ook een gebruiksaanwijzing zit erbij. Dus ja, in een paar talen. Dat is het stickerveldje. Mm-hmm. En dat zijn dan de prinsessen die u in één moet vouwen. Ja. Wat nu niet direct zo simpel is, en dat is dan Olaf. Maar met een beetje hulp, als de kinderen het te doen, gaat dat allemaal van... lukt dat wel. Want ik heb dus met dat ponnetje hier ook een beetje moeten zoeken hoe dat... En dan hebben we nog voor de jongens... De kaars. Maar daar zitten maar twee auto's in. Ja, dus geen drie, nee. Gelijk als ze tonen, maar er zitten maar twee auto's in. En u ziet hem hier van voor op de verpakking. En dan zit er ook weer zo'n spraymachine, een stickervel en zes sablonen. Dat is dan meer voor de jongens. En wat ik u nog wil laten zien, is dus dat ponytje. Dat is van een ander stencil. Van de prinses ook. De prinsessen. Dat is ook van een ander stencil. Ook de één eekhoorn. Alleen, de één, het vliegend paardje, dat ze zeggen. Ja, en dat is dan de zon. En dat zijn een paar stickers, die de kindjes ook wel zullen hebben. En dat voorspelt dan onweer. En zo ga ik dan naar de tweede bladzijde. En dat is dan gedaan met deze sablonen. Die komen van de beurs. En je moet dat eerst dan, ziet u, dat is nog splinternieuw. Je moet dat eerst uitdrukken, allemaal harten, dolfijnen, noem maar op. En u zult zelf, misschien nu niet dezelfde, maar u zult zelf ook wel. Hè? En dat zijn dus de vlindertjes waar ik het mee gemaakt heb, ja. Inderdaad, ja. En dan bij elke doos zitten dus zes stiften. En bij de kaars is dat dan een beetje gebaseerd op de auto's, de kleuren van de auto's. Dat is voor de prinsessen en dat is voor My Little Pony. Dus ja, als u moest geïnteresseerd zijn, dat is natuurlijk te koop bij de Action. En dat kost €8,65. Dus ja, daar zullen ze zeker lang mee spelen. Ik zal u nog eens in het kort iets laten zien dat open is. Bijvoorbeeld dat dinosaurusje. En dan gaan we zo'n beetje... een turquoise kleur. Ja, dat zijn nog stiftjes van andere setjes. En die passen daar nu toevallig ook op. Dus eerst even schudden.
En als het nu niet direct moest gaan, dan moet u niet wanhopen, want het werkt wel degelijk hoor. Maar in het begin is het een beetje zoeken wat voor u het beste is. De stift schuift u dus totdat hij erin klikt. En dan probeert u het zo te houden. En als u oger spuit, dan krijgt u maar spikkeltjes. En spuit u meer naar beneden, ziet u, dan wordt hij donkerder. Maar ik zou direct niet te donker gaan, want u kunt dus met meerdere stiften, dus u kunt bijvoorbeeld met een oranje erover gaan en nog met een andere kleur, dat dat zo echt een beetje sprookjesachtig wordt. Mm-hmm. Maar het werkt wel degelijk, want ik heb nog eens een filmpje laten zien. En dat was ook met zo'n toestelletje. En dat kwam van het kruidvat, maar dat werkte niet zo goed. Niet zo goed, nee. Deze is echt, werkt veel beter. En je hebt dus in iedere doos een nieuw toestelletje. Dus moest er om de lange duur, als u er veel mee werkt, iets mee gebeuren, dan hebt u nog die andere. Wat niet wil zeggen dat u die alle drie moet kopen. He, u kunt kopen wat uw budget u toelaat. Dus ja, beste kijkers, dat was weer een nieuwe voorstelling, allez, een nieuw speelgoedje, dat ik ook heel graag doe. En ja, geef me nog eens een duim op. En tot kijk, dag!